Janet, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag dinsdag 22 mei en ik ben in Ibiza. Dit is mijn derde dag in Ibiza en het is hier echt super chill. Ik sta nu op het balkon bij onze kamer en ja, het uitzicht is hier niet echt heel best, maar voor de rest is het wel echt heel erg leuk. De mensen op de parkeerplaats kijken me ook heel erg leuk aan. Maar het is nu 11 uur bijna. En we kunnen tot 11 uur ontbijten, dus we gaan zo even ontbijten. En daarna gaan we lekker naar het strand toe, want gisteren hebben we ook heel erg chill op het strand gezeten. Ik weet even niet meer precies hoe het heet, maar dan moet je even de vlog van gisteren kijken. Of de vorige vlog. En zit hier net een pasta? Oh nee. Dus wij gaan nu naar het strand. Ik zal nog even laten zien wat ik aan heb, maar dat doe ik even in de spiegel in de badkamer. Oké, dit is wat ik aan heb. Deze top heb ik van Imma gekregen en die had ze... stelt op Bromley volgens mij. En dit rokje is van de Sting. En hieronder heb ik een bikini aan, maar die zien jullie straks nog wel. Maar ja, wij gaan dus nu lekker ontbijten. Ik heb even een broodje ei gehaald. En even wat te drinken. Ah, lekker als je net je tanden hebt gepoetst, schat. Oké, we hebben net ontbeten en we lopen nu buiten. We hebben onze strandspullen gepakt. Maar we willen naar een ander strandje, maar we weten nog niet precies waar naartoe. Ik kan ook een eerste vlog al online zetten en dan kan ik vragen aan mensen. Zou ik dat vanavond even in mijn verhaal plaatsen? Of mensen tips? Ja, ik ga dat even vragen. Mensen tips hebben. Maar we gaan dus nu proberen een auto te huren of scooters. Om naar een andere plek te gaan. Dus dat wordt nog wat. Oké, we zitten nu in de taxi. En we gaan naar, ja, ik weet echt niet hoe je het uitspreekt. Salinas Beach of zo. Ik zal het wel even in beeld zetten. Ik denk dat er echt mensen die hier vaak komen denken. Daar zo? Daar wordt het zout gemaakt van die pizza. Maar je kan ook gewoon erachter. Hoe weet jij dat? Door jou. Ik had het verteld. Door deze mevrouw. Ik had het verteld. Door Klerkje. Oké, we zijn op het strand. Jammer dat er geen honden mogen komen voor je. Dat kun je weer lekker hondje zeggen. Ah, de honden. Janneke, hond. Maar jullie doen net of ik nu een hele erge hondenliefhebber ben. Ja. Nee, maar jullie zijn gewoon echt, nee, jullie zijn een beetje spastisch. Want ik, bijvoorbeeld katten en zo vind ik ook niet echt leuk. En ja, honden eigenlijk ook niet. Kleine honden vind ik wel leuk, ja. Maar ik ga geen zwerfhonden aaien. Dat ga ik echt niet doen, hoor. Nou, oké, dan wel. Ik kan beter zo'n prik nemen. Als wij je niet aan een gewaarschuwd dat je iedere hond aait. Dan had ik de gekke hondenziekte zeker. Nou, het is toch gewoon leuk, jongens. Het is hartstikke leuk. Ik ben oprecht. Oké, we hebben een super leuk bedje voor met z'n drieën. En een lekker uitzicht hier op zee. De zee is hier zo mooi blauw. Geniet te doen. Echt heel nice. En zij zijn even aan het stunten met hun parasol. Deze man die nu loopt. Je spullen letten, jongen. Als jij een draaitje verder hebt. Echt? Maar. Ik draai op verwijderen. Draai je naar links of naar rechts? Naar rechts. Links. Nou, dan heb je hem niet verwijderd. Nee, die foto moet je even zien hoor. Die foto is heel erg. Kijk eens. Hij is ook een beetje ingezoomd. Ja, ik film het helemaal niet. Ja, ik eet een appel omdat ik gezond ben. En dan moet ik net zo goed filmen. Dan moet het wel bevestigd worden. Oké, we liggen al de hele tijd op het strand. Ik weet niet of je heel erg wind hoor, maar we gaan nu even kijken of we ergens leuk kunnen lunchen. Want het is al 3 uur en we hebben best wel trek. En er lopen hier zoveel verkopers. Het is echt niet normaal hoeveel mensen. Oké, we zitten bij het strand. Ja, klopt. Deze prijs zijn goedkoper omdat we hier zitten. Nee, kijk. En wij gaan even wat lunchen. Lekker. Oh, ik open de liqueurtjes. Nee, maar... Oké, we hebben net gegeten. Volgens mij heb ik niet het eten gefilmd, maar we hebben wel lekker gegeten. Toch? Ja, dat is echt lekker. Ik moet echt de instellingen veranderen. Ik ben een beetje wit nu. Dat is wel door het licht. En door de instellingen. Door de instellingen lijk ik zo wit. Door de instellingen lijk ik een melkfles. Maar dat ben ik eigenlijk helemaal niet. Nee. Maar we gaan zo meteen weer even op het strand liggen. Lekker in de zon.
Ja, we gaan morgen naar de hippiemarkt. En we gaan zo meteen ook nog even wat bikini shots laten zien. Ik kan nu een beeld van Claire. Bikini shot, bikini model. Janette gaat nu als bikini model lopen en haar bikini show. En dan gaat ze elke dag laten zien wat voor bikini ze aan heeft. Ja, we hebben wel wat modeshows gemaakt. Ik kan me nu een beeld. Maar we gaan zo weer even op de open shots natuurlijk gewoon. Laat even de zee zien hier. Ik heb de zee al laten zien. Oké, okay, ik moet van Claire de zee laten zien. Waarschijnlijk wil ze gewoon dat deze jongens in beeld zijn. Jij neemt geen shirt. Niet als tekst gedaan, just a normal day. Oké, we beginnen dus net lunchen. We wilden even gewoon apart betalen, maar gewoon echt makkelijk. En ik moest al 40 euro los betalen en die vrouw tiet gewoon 400 euro in. En ze deed mijn pinpas, pak ze uit mijn hand en zit hem er zo aan de onderkant in. Echt jongens, want let uit, ben je echt een spullen en geld. Dit soort dingen gebeuren hier zoveel, echt niet normaal. Oké, het is 6 uur en we hebben echt de hele dag op het strand gelegen. En lekker gegeten. Is dit een spiegel? Kan je hier doorheen kijken? Dat is een spiegel. Oh, mijn hele armen zijn verbrand. Wat haar jongens. Echt fijn. Wilde beach harries. We gaan nu weer terug naar ons hotel, dus we moeten even met de taxi. Oh schat, had je arm wel ingesmeerd dan? Nee. Oh jongens, leuke bad pakken. Oké, dus wij gaan nu weer terug. Jij ook met je blog. Ja. Oké, maar we gaan dus nu terug met de taxi. En dan gaan we nog eerst wat drinken of gaan we gelijk opmaken en zo? Het is al 6 uur, toch? Ik kan echt niet zonder make-up. Oké, dan gaan we ons opmaken. Without make-up. Yeah. No make-up is the best make-up. Oké, okay, we zijn weer terug op de kamer en we zijn even ons aan het klaarmaken en muziek luisteren. Ik heb vandaag een bal van een kind. Oh ja, kijk, we waren op het strand en er was de hele tijd waren een paar van de jongetjes met een bal aan het gooien. Maar het was echt super, super irritant. Echt, waren ze Duits of zo? Zweeds of zo? Zo wel. Iets van zoiets, ja. Die ouders klonk Duits. En toen op een gegeven moment, toen kwam die bal, kwam zo op mijn, kwam die op jouw bedje? Kwam die al twee keer bij die andere man. Oh ja, en toen als ze deed gevraagd of we weg willen gaan. En toen kwam die op mijn bedje, of op Claire bedje. Dus ik pakte die bal en ik gooide hem helemaal de andere kant op. En toen waren ze gelijk weg. Ja, ik moest het van jou vertellen, nu voel ik me echt een slecht mens. Oké, ik heb me helemaal klaargemaakt. Het is nu 7:45, dus wij gaan zo meteen weer lekker avond eten. Ik weet niet of de... Oh, zo, mijn highlighter is een beetje heftig op mijn neus. Ik weet niet of de vlogs echt leuk zijn, omdat ik natuurlijk wel veel film van... Oh, we gaan nu eten, we gaan dit doen. Maar ik doe heel erg mijn best en... Ja, ik probeer mijn camera naar zoveel dingen mogelijk mee te nemen. Dus ja, op die manier. Maar ik wil natuurlijk ook gewoon even genieten, want ik heb echt een zwaar jaar gehad. Niet met veel dingen die ik moest doen, maar alsnog. En we gaan vanavond even kijken bij een bar. Maar morgen gaan we naar de hippiemarkt, dus we willen niet super moe zijn. Dus we willen daar gewoon vroeg naartoe. En ik zal even mijn outfit nog filmen. Dan ga ik hem weer op dit enge balkon zetten. Nog lijkt dat gaat vallen. Ik had hem gisteren ook daarop gezet. Nee, dan gaat... Hou hem eens vast dan. Ik heb hem laten zetten. Oké, ik wil alleen laten zien. Nee, alleen mijn jurkje laten zien. Dit is het jurkje die ik na het jumpsuit die ik aan heb. Nog even met je mouwen zwaaien. Dat was hem. Oké. Oh ja, het was schattig. Oké, we zijn klaar met eten. Oh, ik ben niet eens scherp. We zijn al een tijdje klaar met eten. We zijn nu bij een soort van cocktailbar. Met een zwembad en zo. Het ziet er wel vet uit. Bora Bora heet het. En ja, daar gaan we even nu lekker wat drinken. Ja, ik heb net voor de nul. Ik heb ook nul. Wat zei je? Ik film ook. Thank you.
She's famous blubbery. Of course. She's famous. That's this. She's really our famous food. There's a chicken stripper here. Yes, one last pizza on the board. Vlog is over. Zeg het even. Maestelien, best pizza. Take away our magic prince. Magic prince. The best pizza. Best stripper ever. Pepperonis for you here. Story with Margarita, mamacita, Margarita, mamacita. Nee, 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 nee. Guys, I have a very good deal for you. Okay. What's the deal? Tell it in the vlog. What's the deal? Right, so. Okay. If you come in here and have a drink. Yes. We'll give you a free shisha. As long as you put us on YouTube. Okay. Sahara, I beg you. You are a hot guy! So Margarita, pizza, pepperoni! Oh, dat is echt geweldig! Margarita, special prize! Of course, special pizza, special prize! How are you? Oh my god, wat wil je, Claire? Nee, ik hoef echt niks! Yes, now I did! Oh my god! Ken haar gewoon van de vlog. She just wants a picture. Ja, kijk uit. Let's meet picture. Yes, go. You can go. With you? Yes, with the Barcelino. 3, 2, 1. Hey jongens, vertel even de situatie. Oké, nou we gingen hier dus naartoe en nu denkt iedereen dat ik bekend ben in Nederland. En nu wil iedereen met mij op de foto. Hij is helemaal zijn telefoon gaan halen. Zijn telefoon uit de auto gehaald. I have a phone. Oké, okay, dit was echt een heftig moment uit mijn leven. Het was echt heel heftig. Oké, okay, nou, we gingen dus net met die mannen, gingen we dus, zij hadden gezegd dat ik bekend was in de... Mijn camera viel uit, maar zij hadden dus gezegd dat ik bekende YouTuber was in Nederland, in de Nederlanden. En in de Netherlands! Omdat Claire, nou, we wilden heel graag gratis pizza, dus toen dachten wij... Nee, ik zei we wilden heel graag pizza. Trouwens, kijk uit, Claire, hij was trouwens oprecht wel echt... Ja, maar ze waren ook oprecht heel aardig. Vermelinos. En toen Oké. Dachten wij van. Nou, toen kregen we dus allemaal gratis pizza als zij foto's met mij mochten maken. Dat was echt fucking ongemakkelijk. En als jij hun in de vlog deed. Ja, en als ik hun in de vlog deed. Dus jongens, als je niet pizza bent, moet je daar voor pizza gaan eten. Oké, we zijn terug op de hotelkamer. En ik heb mijn hakken, dat laat ik niet meer aangehouden. Dus ik ga even mijn voeten wassen. En daarna gaan we lekker slapen. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Als je het heel erg leuk vond, zou ik het heel erg leuk vinden als je een duimpje omhoog doet en even abonneert op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doei! Doeg!